Dun, 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 dun. You have the Princess Leia syndrome. Ja, ik heb het al getweet. Ja. Deze headset geeft je daadwerkelijk Prinses Leia syndroom. Ja, de Razer Kraken V2. Pro, hè? Pro. Want er zijn twee versies van. En ik heb, jazeker, ik heb een keer voor de goedkope versie geopt. Want Razer vroeg namelijk, hey, wil je de 7.1 van €140? Of wil je de zeg maar e-sports pro simpele analoge versie voor €90? En we zijn voor het laatste gegaan. Ja, maar het is wel echt een... Dat moet ik wel eens even zeggen. Ik vind het echt een strak dingetje. Het is gewoon één kleur, volledig zwart. Simpel, er staat Razer op. Aan de zijkant zie je het logo. Maar het is niet, geen poespas, geen gekke kleurtjes dingen. Nee, eigenlijk heel erg subtiel voor een gamer headset. Ja. Het nieuwe logo staat er ook op. Veel strakker. En ja, in vergelijking met hoe de oude Kraken was, dat is natuurlijk de V2, is het een heel stuk soberder geworden. Wat op zich wel interessant is. Maar ja, je zegt natuurlijk hij is strak. Maar goed, je hebt alsnog Prinses Leia syndroom ermee. En daarmee bedoelen we dat eigenlijk die ear cups zijn enorm. Het is best wel een lompe unit, maar trust me, hij zit gewoon verrassend comfortabel op je hoofd. Oké, okay. Ja, want volgens mij, het rubber voelt best wel kwalitatief aan. Ja, het is wel imitatieleer, zit lekker. Je kunt ook, als je een bril hebt, dan zit hij op zich nog wel prima. Maar het zijn gewoon lekkere lompe earcuffs, dus je oren kunnen er gemakkelijk in. 50 mm drivers, dus het is echt... Hij is ook diep. Hij is bijzonder diep. En wat jij bijvoorbeeld laatst zei over die Trust headset die jij hebt, dat je dan met je oren tegen dat randje aan zit, tegen de drivers. Dat heb je hier dus niet, want er zit ontzettend veel ruimte in die earcuffs. Ja, dan krijg je er ook van als je dan zo'n Prinses Leia buns op je hoofd hebt natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, het is ergens voor. Maar ja, hij is comfortabel, want je kunt hem verstellen, zie ik. Ja, prima te verstellen. Je krijgt ook mooie soort van indicatie erbij van hoe ver je hem zet. Nou, dan weet ik bijvoorbeeld van mezelf dat ik 3 aan beide zijden moet doen en dan zit hij gewoon perfect. Ja. En dan ook vooral in het gewicht. Ja, hij is niet te hevig. En ondanks dat hij eigenlijk alleen maar één zo'n dikke band heeft hierbovenop, gaat hij niet te hard erop drukken over verloop van tijd. Want hij verspreidt gewoon het gewicht gewoon aardig. Er zit een klein beetje memory foam in daar. Dus echt. Ik heb, mijn vorige headset was de SteelSeries X300 of de SteelSeries Siberia V3. Ik heb dat gedubt tot de beste of meest comfortabele headset die ik ooit heb gehad. Ik zet dit op mijn hoofd, viel me niet tegen. Het was niet alsof het in één keer zo, oh, lomp ding. Viel reuze mee. Nee, oké, maar goed, is het ook voor de lange zit een lekkere headset? Ja, op zich wel. Wat alleen wel kan voorkomen is natuurlijk dat imitatieleer een klein beetje zweterig maakt rondom de oren. Ik heb daar niet heel veel last van gehad. Als je gewoon in een prima omgeving zit en je kan hem af en toe een keer luchten, dan is er niks aan de hand. Het is niet dat je, weet je wel, dat er echt een liter zweter uitdruipt na een uurtje gamen. Absoluut niet. Nee, maar verder, ja, echt ook gewoon op de lange zit. Blijft goed zitten, niet al te zweterig, lucht goed door. Nee, echt op zich qua comfort. Ja, het is een lomp ding, maar het gaat je verbazen. Het zit echt super lekker. Nice. Ja, en verder de geluidskwaliteit. Want het zijn natuurlijk best wel dikke earcups. Nu neemt het best wel veel ruimte in beslag omdat ze wat diep zijn. Maar is het ook voor het geluid te merken of dat nou, niet? Het lijkt heel erg op de oude Kraken. En het zijn 50 mm drivers. Die zijn wel compleet nieuw, die drivers. En dat vind ik persoonlijk wel echt een punt om even aan te stippen. De eerste Kraken werd afgebrand door de critici. Okay. Die werden echt, mensen zeiden van, ja, het is alleen maar bas en de bas is helemaal distorted, weet je wel. Die headset kwam ook uit toen dubstep net een ding werd, weet je wel. Het was een drop the bass, weet je wel. Als de bas gewoon alle kanten op ging, helemaal ruisde, verstoorde, was dat juist tof, weet je wel. Er zijn mensen die daar helemaal wild van waren. Ja. Critici zeiden, je hoort gewoon niks meer ervan. Die tijd is voorbij dus. Die tijd is voorbij en de Kraken V2 klinkt daadwerkelijk een heel stuk helderder. Kijk, je hebt nog steeds wel een aardig lompe bas die echt wel een punch heeft. Maar je hebt veel helderder geluid wat bovenop die bas zit. Dus je hebt je medium en je mid en je hoge tonen. Die komen er veel beter uit en het is niet meer zo'n bas die expres heel distorted gaat klinken omdat dat cool is, nee, weet je wel. Precies. Het is nog steeds een beetje een smaakding, maar hij klinkt stukken beter dan de eerste Kraken en gewoon veel meer distinct zou je kunnen zeggen. Oké, is die ook, zijn er ook veel aanpassingen te doen in de drivers, in geluidsinstellingen? Nee, want dit is natuurlijk de Pro-editie. En de Pro-editie wil ook zeggen dat die compleet analoog is. Kijk, dat duurdere broertje is een USB-headset en die heeft 7.1 virtueel dan natuurlijk.
Die heeft ook actieve noise cancellation op de microfoon. Deze is passief. Nou ja, dat komt later. Maar nee, het is dus echt gewoon zo analoog als maar kan. Dus je jankt hem erin. Hij kan op je mobiel, hij kan op je Xbox, hij kan op je notebook. En je hebt natuurlijk ook nog een verlengsnoertje waarmee je hem dus ook op een standaard PC-moederbord aan kan sluiten. Kijk. Dus het, maar goed, ook als je hem gewoon zo in je moederbord prikt, hij klinkt best wel lekker. En dan kun je altijd nog een beetje met je equalizers kutten. Maar persoonlijk vind ik dat heel fijn, want ik wil niet iets met USB. Want dan komt er weer een andere driver bij kijken. En dan komt er weer nieuwe software bij kijken. Terwijl ik het gewoon fijn vind om een ding te hebben wat overal in te prikken is en gewoon meteen werkt. Ja. Ja, zodat je eigenlijk altijd gewoon het goede geluid hebt. Ja, nou ja, ik vond persoonlijk bij mij, ja, ik was eerst een beetje nog aan het tweaken van, oh, wil ik toch de treble iets hoger. Uiteindelijk heb ik hem gewoon op alles, gewoon medium, nul, geen EQ gezet. En dat klonk voor mij gewoon prima, echt. Bij verschillende games was het gewoon heerlijk, gewoon goede bas, maar ook gewoon wel echt distinctieve hoge tonen die er bovenop zitten. Ja. Heel veel Run the Jewels meegeluisterd, fucking lijpe drum en bass, trip hop, jongens, gaat luisteren. Ik raad het echt aan, Run the Jewels, doe die shit, het is echt super dope. Stop hollering, give a fuck if you deny it, kids. You can all run naked backwards to a field of dicks. Maar goed, nee, het klinkt fantastisch, ook gewoon zonder iets van software erbij. En er zit natuurlijk een microfoontje op. Die is volgens mij in en uit. Ja, die is lekker in en uit te schuiven. Super makkelijk. Wat daarbij wel gezegd moet worden, heel vaak als je die dingen eruit kan schuiven en je kunt hem verbuigen, dan gaat dat heel snel, die stugheid gaat eruit, waardoor dat ding een beetje slap hangt. Dat je denkt, nou, dat mag wel een verjaardag tegenaan. Dat hebben ze nou iets dikker gemaakt, dus hij zit best wel, je kunt hem goed verstellen en hij blijft ook daadwerkelijk zitten. Je hebt inline controls waarmee je hem eventueel ook nog kan muten en eventueel ook het volume aan kan passen. Maar nee, het is echt een best wel fijn microfoontje wat erop zit. En als je de geluidstest wil horen, als je wil weten hoe die klinkt, dan gaan we daar nu naar luisteren. Yo, dit is een microfoontest voor de Razer Kraken Pro V2. Die zit nu op mijn kop en je hoort het. Hij is vrij gevoelig, dus je moet met het afstemmen een beetje oppassen dat hij niet te dicht bij je mond zit. Anders gaat hij dat ademen gaat hij zeg maar oppakken. Maar goed, ik zou er niet een streampje mee willen draaien, maar het kan prima werken voor als je gewoon in de e-sports communicatie gewoon, weet je, Counter-Strike Go, je wil iemand zijn moeder uitschelden, of je zit in Overwatch en je wil gewoon zeggen, hey, er zit daar een Hanzo. Dat kan er allemaal mee. Streampje zou ik er niet mee doen, maar hij is op zich wel prima te gebruiken. Vooral voor het prijssegment waar hij in zit, dus €80. En het leuke is, hij heeft een klein beetje passieve noise cancellation. Dus op zich, voor €80, prima microfoontje wat erin zit. Geen streampje mee draaien. Klein beetje gevoelig, moet ermee oppassen. Maar goed, verder, helemaal prima. En dan gaan we nu terug naar de studio. Nou, dat was de geluidstest van de microfoon. Kort verdict over de headset. Op zich, echt, ik moet zeggen, voor €80, €90 kun je hem vinden. Het is specifiek een stukken beter. Dat moet echt gezegd worden. Het is zoveel beter dan de eerste Kraken. Ja, hij is lomp, maar hij zit wel comfortabel. Brillendragers kunnen hebben, mensen met wat grotere hoofden kunnen hem hebben. Hij is licht, hij is allround. Ik vind het daadwerkelijk een van de mooiere headsets qua design. Ja, dan is hij wat aan de lompe kant, maar ik bedoel, ik durf er nog wel mee in de trein te zitten. Dus dat vind ik dan niet. Ja. Mijn huisgenoot zei, ben je gek. Maar ik vind het daadwerkelijk voor een gaming headset, vind ik hem lekker strak, nieuw logo, alles erop en eraan. En qua geluidskwaliteit zoveel beter dan zijn voorganger. Microfoon is verder ook gewoon prima, dus ja, nee, dit is oprecht. Ik vind het een aanrader als je wil kijken in het medium prijssegment. En je betaalt hier niet daadwerkelijk heel veel voor het logo. Het is gewoon echt een goede allrounder headset. Voor tal van verschillende games en Run the Jewels. Duidelijk. Nou goed, daar heb je het, de Razer Kraken Pro V2. Wil je meer weten over dit ding, dan komt een geschreven review aan. En natuurlijk Gamersnet Gear elke dinsdag en woensdag ook op YouTube. Maar gamersnet.nl voor alle gekke informatie over nieuws, gear, tech, previews. Daans gezicht hebben we ook een paar keer. Meer van de baard. Stof man, kom eens ons een keer uitchecken. En YouTubers mogen liken, commenten, subscriben, want dat doe je. Geef ons geld. Eet je groenten. Doe geen drugs. Maar misschien een paar, niet te veel.